Broeders en zusters, iedereen een goedemorgen. Het is goed om weer op Urk te zijn, elkaar te ontmoeten. En we lezen van Jeremia dat hij getuigt, dat hij zegt, als uw woorden tot me zijn gekomen, zo heb ik ze opgegeten. En ik hoop dat dat de gezindheid is waarmee je vanmorgen hier naartoe bent gekomen, wat de Heer tot je te zeggen heeft. Waardoor hij je leven wil veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik wil met jullie drie korte gedeelten lezen. Het eerste gedeelte kan je vinden in Numeri hoofdstuk 15. Numeri hoofdstuk 15, daarna een aantal versen uit Matteüs 6 en vervolgens een aantal versen uit Colossense 3. En als je goed meeleest met me, ik nodig je dan ook uit om mee te lezen, dan zal je daar een bepaalde lijn in ontdekken. Drie korte gedeelten, we beginnen in Numeri hoofdstuk 15. Vers 37. Ik lees jullie voor uit de herziene Statenvertaling. En de Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen. Ik ben opgegroeid met de Statenvertaling en daar staat een hemelsblauwe draad. Dat is nog beter vertaald. Vers 39. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, op dat met als doel, wanneer u hem ziet, die blauwe draad dus, aan al de geboden van de Heere denkt en die doet. Zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat. Opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet. En heilig bent voor uw God. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft, om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere, uw God. Het gaat vanmorgen vooral om vers 38 en vers 39. We gaan naar Matteüs hoofdstuk 6. Matteüs hoofdstuk 6. En daar lezen we vers 19 tot en met vers 21. Matteüs hoofdstuk 6, vers 19 tot en met vers 21. We lezen in vers 19, verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En als laatste een aantal versen uit Colossense hoofdstuk 3. Colossense hoofdstuk 3. Vers 1 tot en met 3. Colossense 3, vers 1, daar staat het volgende. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Aan de rechterhand van God, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Tot zover deze drie gedeelten. Ik wil met jullie vanmorgen nadenken over de cheat sheet. Ik zal dat zo wel uitleggen als beeld van de Heer Jezus. En de Heer bepaalde me van de week bij dit gedeelte. En dat heeft alles te maken met de gerichtheid op de dingen die blijvende waarde hebben.
De vorige maand, november, ben ik 40 jaar geworden. Dat kan je natuurlijk niet aan me afzien, daar stemmen jullie allemaal mee in. Maar ik ben 40 jaar geworden en dan denk je wel eens terug aan die 40 voorbijgevlogen jaren. Wat is het geweest? 40 jaar. Heel snel zijn die voorbij gegaan. En ik weet nog wel, toen ik een jaar of 10 was en je hoorde van iemand dat hij 40 jaar was, toen dacht je, nou, dat is ook al een oude man, zeg. En nou ben ik zelf 40 jaar. Een hele mijlpaal. Maar ooit hoorde ik van een broeder, die was 90 jaar. Nou, dat is het dubbele, ruime dubbele van mijn huidige leeftijd. En aan die broeder vroegen ze eens, kunt u nou eens vertellen hoe snel uw leven is gegaan? Hoe snel zijn die 90 jaren nou voorbij gegaan? En vroeger droeg iedereen een pet. En toen pakte hij zijn pet op en die liet hij zo vallen. Hij zegt, dat waren mijn 90 jaar. Zo snel zijn die voorbij gegaan. Nou, 40 jaar is al snel voorbij gegaan. Maar die beste broeder, die was 90 jaar. En de route die zijn pet aflegde, en ook de snelheid, zo snel waren die 90 jaren voorbij gegaan. Dat is wat. En dan behoor je toch volgens de Bijbel tot de zeer sterke. Nou, in Jacobus 4, je hoeft dat niet op te zoeken, staat in vers 14, ons leven is een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Ons leven is een damp. En als je misschien heel jong bent, dan denk je daar niet zo sterk over na. Maar als we ook de afgelopen weken bekijken, ook wat er hier op Urk heeft plaatsgevonden, dan denk je daar misschien wel eens wat vaker over na. Ons leven, dat gaat voorbij. Ons leven kan kort duren, kan wat langer duren, maar in het licht van de eeuwigheid is hoe oud we ook worden uiteindelijk een speldenknop in een hooiberg, waar of niet? Het is een damp. En dan is de grote vraag, in die korte tijd die wij hier op aarde krijgen, welke keuzes hebben wij gemaakt? Waarin hebben wij geïnvesteerd? En als die tijd dan zo snel gaat, dan is het wel belangrijk om jezelf eerlijk die vraag te stellen. Investeer ik in schatten met blijvende waarde? Stel voor, het is een beetje een radicale vraag, maar stel voor dat je vandaag hoort dat je nog een week te leven hebt. Er zijn mensen die dat afgelopen week gehoord hebben, die naar een ziekenhuis zijn gegaan en een slecht nieuwsgesprek hadden. En die gehoord hebben, je hebt nog een korte tijd te leven. Misschien geen week, maar stel voor, je hoort het vandaag. Je hebt nog een week te leven. Waar zou je dan nog echt druk om maken? Denk daar eens even over na. Waar zou je nog echt druk om maken? En wat is er dan nog echt belangrijk voor je? Als je dit hoort. Ik vrees, en ik heb het ook tegen mezelf, dat er veel dingen zijn waar we nu druk mee bezig zijn, waar we veel tijd en energie in steken, die op dat moment, als we dat bericht horen, weinig of geen waarde meer hebben. En ik denk dat je het met me eens bent, of niet? De volgende vraag is dan, als dit zo is, stellen wij vandaag de juiste prioriteiten en maken wij vandaag de juiste keuzes? Daar gaat het vanmorgen over. Waar zijn we op gericht? Waar zijn we op gefocust? Waar vullen we onze tijd mee? Ik neem jullie vanmorgen mee naar 3 Bijbelgedeelten. Allereerst naar Numeri 15. Ik weet niet of je dat stukje ooit hebt gelezen. Dat stukje wat we hebben gelezen, vers 37, begint met de Heere sprak tot Mozes. Nou, als de Heere spreekt, dan is het goed om aandachtig te luisteren of mee te lezen. Wat wil hij delen? In dit geval met Mozes en via Mozes met heel het volk. En zeg nu niet gelijk, ja, dat is voor de Israëlieten geschreven, daar hebben wij geen boodschap aan. Ik zal de lijnen door gaan trekken, maar blijf rustig zitten. Daar staat, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf al hun generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleding. Nou, de Israëlieten krijgen een opdracht. Wij zouden vandaag zeggen om een eenvoudige tuniek te dragen.
En dat was een tuniek die vanaf je schouders reikte tot aan je enkels zo ongeveer. En tegenwoordig zie je de Joodse mannen er ook mee lopen en dan reikt die van de schouders tot hun middel ongeveer. En aan de vier hoeken van die tuniek moesten ze een kwastje bevestigen. Nou, zo'n tuniek, maar dat mag je vergeten, dat noem je ook wel een talit of een mantel of een kleed. Die droeg de Joodse man. En die deed hij iedere dag aan. En aan elke hoek moest hij, conform vers 38, een kwastje bevestigen. Maar dat niet alleen. In dat kwastje, en dat noemen we een tzitzit, moest hij ook een blauwe draad bevestigen. En daar gaat het vanmorgen om. Die blauwe draad is de rode draad door de boodschap, als je me nog volgt. Hij moest er een blauwe draad in bevestigen. En dat had een doel. He, aan de kwastjes, zegt vers 38b, aan de hoek moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen, of een hemelsblauwe draad. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, wanneer u kijkt naar die blauwe draad, aan al de geboden van de Heere denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken waar u als in hoererij achteraan gaat. Kan je een beetje visualiseren of niet? Nou, misschien vind je dat moeilijk, daarom wil ik je een beetje helpen. Ik heb een gebedskleed meegenomen. We gaan helemaal geen vreemde dingen doen hoor, blijf rustig zitten. Maar het is wel goed om bepaalde gebruiken daarvan te weten. Wat betekent het nou eigenlijk? Nou, ik heb het over een tuniek gehad. Dit is een gebedskleed. Er zit een mooie diadeem bovenaan. En aan dit gebedskleed zitten ook vier kwastjes bevestigd. De tzitzit. Hier zit er eentje, zie je? En hier heb ik er nog één. En als het goed is, zit er nog een vierde ook ergens. Kijk, hier zit hij. Dan heb je de vier. Op elke hoek van het gebedskleed zit een tzitzit bevestigd. Nou, die doen de Joodse mannen om. Dat doen ze meestal om hun hoofd. Dat zal ik vanmorgen maar niet doen. En daar bidden ze mee. Ik zit even te kijken waar de bovenkant zit. Kijk, en dat slaan ze dan links om. En dat vouwen ze om zich heen. En dan pakken ze vaak die kwastjes beet, die tzitzit beet. En zo zie je ze bidden bij de westelijke muur, die wij wel noemen de klaagmuur. Dit is een gebedskleed. Hier gaat het over een tuniek in Numeri, hoofdstuk 15. Maar het is een hele duidelijke opdracht van de Heere God. Nou, straks kan je hem van dichterbij bekijken wat je in dit gebedskleed niet ziet. En wat je ook in de huidige tuniek niet ziet, is die blauwe draad. Waar heeft dat mee te maken? Nou, daar zou ik veel over kunnen vertellen, ga ik niet doen. Maar de slak waar die vloeistof van afkomstig is, waar ze die verf van maakten, die slak is uitgestorven. Dus in de huidige kwastjes, in de huidige tzitzit, zie je niet meer de blauwe draad terugkomen. Hier is wel de opdracht om die blauwe draad erin te verweven. En dat had een opdracht. Want als jij als Joodse man, en dat gebeurt vandaag nog, opstond, dan besefte je, ik moet mijn tuniek aandoen. Je ging op pad, je ging aan de slag. En tijdens je handel en je wandel was je gericht op die kwastjes onderaan jouw tuniek. En die blauwe draad, die bepaalde jou bij Yahweh, bij de Eeuwige. Die bepaalde jou bij zijn instructies, zijn Torah, zijn onderwijzing. Want hij is uit de hemel, hij is de totaal andere. En je werd dus voortdurend bepaald bij jouw roeping hier op aarde. Je bent geschapen om voor je schepper te leven. Om niet voor jezelf te leven, maar om gericht te zijn op de eeuwige. Dat is confronterend, toch? Om dat iedere stap weer te ontdekken. En dit is waar Numeri 15 ons bij bepaalt. Die opdracht, die was aan Mozes gegeven en het volk moest die uitvoeren. In de gehoorzaamheid.
En wat is de les? Het was een uiterlijk signaal. Dat kwastje dat hing langs je broek. En het was een uiterlijk signaal om je leven innerlijk op orde te houden. Dat moet je even vasthouden. Een uiterlijk signaal om je leven innerlijk op orde te houden. Nou, dan moet je natuurlijk niet bij het uiterlijke blijven hangen. Dat zou je net al gedacht hebben natuurlijk. Want de Heer Jezus, hij zegt, en als je meeschrijft kan je die tekst opschrijven, Matteüs 23 vers 5. Hij zegt, al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Dus je moet niet bij het uiterlijke blijven hangen. Je kan er ook in doorvloeien om door de mensen gezien te worden. Zie je vandaag nog, hè? Er zijn heel veel positieve gebruiken, die kan je ook misbruiken. Nou, hier zie je dat die kwastjes dus extra groot werden gemaakt, dat het toch wel opviel dat jij zo'n tuniek droeg. De Heer Jezus keurt dat af. Dan ga je aan de boodschap voorbij. Dan ga je aan het doel voorbij. Kleine kwastjes zijn voldoende. Blauwe draad erin. En besef bij alles wat je doet, je leeft niet voor jezelf, maar je leeft als schepsel voor degene die jou geschapen heeft. En daar werd je voortdurend bij bepaald. Nou, ik kan veel meer over die talit en over die tjitjit zeggen, ga ik niet doen. Samenvattend moet je dit vasthouden. Deze kwastjes worden ook al genoemd gedenkkwasten. Ze werden gedragen en ze bepaalden de Israëlieten er voortdurend bij dat ze gericht moesten zijn op Jawel, op de dingen die blijvende waarde hadden en hebben. Nou gaan we naar Matteüs 5. Houd dit even vast. Matteüs 5. Zoals je weet zijn de hoofdstukken Matteüs 5, 6 en 7 ook wel samengevat onder de naam de bergrede. En in de bergrede, waar gaat het daar over? Daar gaat het over de grondprincipes van het koninkrijk van God. In de bergrede wordt beschreven hoe het er in het koninkrijk van God aan toe gaat. En de Heer Jezus zegt dat koninkrijk is in mij al dichtbij gekomen. Dus het koninkrijk is er al in de persoon van de Heer Jezus. En ik geloof dat het koninkrijk vandaag al zichtbaar wordt in allen die de Heer Jezus hebben aangenomen als heiland en als Heer. En dat koninkrijk zal zich straks hier op aarde gaan vestigen. Het Messiaans vrederijk. En wat zie je in de hoofdstukken 5 tot en met 6? Onderwijst de Heer Jezus de principes van zijn koninkrijk. Ik kan het ook zo verwoorden. Als je leeft onder de heerschappij van de Heer Jezus, dan zijn dit de principes die worden gepraktiseerd. En dan is het zo mooi in hoofdstuk 5, lees dat maar even mee, het eerste vers. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Mooi, hè? Hij ging de berg op, zag de menigte, zijn discipelen kwamen bij hem zitten. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Waaruit onderwees hij hen, denk je? Ja, dat zal de Efezebrief wel geweest zijn. Nee, die was het niet. Die was het nog niet namelijk. Hij onderwees hen uit de schriften. En dat is het eerste deel van de Bijbel, wat wij het Oude Testament noemen. En de vraag is in hoeverre dat al compleet was. Maar hou in ieder geval die eerste 5 boeken van Mozes maar aan. Uit de schriften. En het hart van de Emmausgangers was brandende, want hij onderwees hen ook vanuit de schriften. Want die zijn het die van hem getuigen. Dat moet je vasthouden. Heel veel mensen beginnen vandaag te lezen in de Matteüs-evangelie. Nou, dat mag natuurlijk wel. Maar in de schriften gaat het al over de Heer Jezus. Wat hebben we net gelezen? Je blijft er wel bij, toch? Numeri 15. Het boek Numeri behoort tot de boeken van Mozes. In die boeken gaat het al over de Heer Jezus. En ik durf te zeggen dat die tzitzit een beeld is van hem die in de volheid van de tijd geboren werd
geopenbaard werd hier op deze wereld. De Hebreeën schrijver zegt, laten wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. We kijken niet meer naar kwastjes die aan onze broek hangen. Wij zien op Jezus. En dat moet je vasthouden. En deze Joodse Messias is hier op de berg gaan zitten en geeft onderwijs. En ik geloof dat hij dat deed vanuit de schriften. Want die getuigde al van hem. In het Eerste Testament gaat het al over de Heer Jezus. En wat onderwijst hij in hoofdstuk 5, 6, 7? De grondprincipes van zijn koninkrijk. En wat behoort tot het grondprincipe van zijn koninkrijk? En nou ben ik waar ik wezen wil. Tot die grondprincipes behoort ook het maken van de juiste keuzes. Dus het kenmerk van leven onder de heerschappij van de Heer Jezus. Hij leert mij om de juiste keuzes te maken, om de juiste gerichtheid te praktiseren, om de juiste focus te hebben en te houden in mijn leven. Zie je de lijn al? Mooi, hè? Je moet heel de Bijbel lezen. Niet selectief lezen. Heel de Bijbel lezen. En dan zie je prachtige vervullingen. Dan zie je prachtige schaduwbeelden. Dan zie je geweldige typologie door heel de Bijbel heen. Die zijn vervulling heeft gekregen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Het verzamelen van de juiste schatten, dat is het kenmerk van de mensen die de Heer Jezus vandaag hebben aangenomen, niet alleen als heiland, maar ook als Heer. Die willen leven volgens de principes van het Koninkrijk van God. En schrik niet, die principes staan haaks op de principes van de wereld waar jij en ik in leven. Want de wereld waar wij in leven, die stimuleert ons om verkeerde schatten te verzamelen. De media, het is bijna een tsunami die over ons wordt uitgegoten. Die jong en oud stimuleert om verkeerde, om aardse schatten te verzamelen. Althans, verkeerde, ik moet het anders zeggen, schatten die vergankelijk zijn. Die voorbij gaan. Maar daar kom ik zo nog wel even op. En ons natuurlijk vlees, laten we dat ook eerlijk zeggen, helpt ons ook niet om de juiste schatten te verzamelen. We hebben een ander daarvoor nodig. Een ander. Iemand anders. En dat vind ik het mooie. De uitingen van ons hart zijn heel belangrijk. Want, wat lazen we in hoofdstuk 6, vers 21? Waar uw schat is, daar zal ook je hart zijn. Dat is een stelling. Daar kan je het mee eens of oneens zijn. De Heer Jezus stelt dit. Hij zegt niet, wat denk jij ervan? Nee, hij stelt dit. Hij zegt, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Zeg mij wat je schat is. Dan weet ik ook waar je hart is. Dat is het juiste antwoord. Het is heel eenvoudig. Je kan zo zien waar mensen voor leven. Waar je hart vol van is. Daar loop je mond van over. En vanuit het hart zijn de uitingen van het leven, zegt de Bijbel. Nou moet je dit goed onthouden. Het hart van ons laat zien wat voor ons het meeste waarde heeft. Nou, als wij aan het hart denken, dan denken wij vaak aan wat linksboven hier zich bevindt. Laat ik het zo maar zeggen. Maar dit is een hartspier, hè? Daar ben ik ook blij mee. Maar dat is een hartspier. Als de Bijbel spreekt over je hart, dan heeft de Bijbel het niet over de hartspier, maar dan heeft de Bijbel het over datgene wat tussen je oren zit. Je denken, je wil, je verstand, je emotie, je gevoel. Het hart is de verzamelnaam voor al die verschillende onderdelen, laat ik het zo zeggen. Het hart is het centrum van je gevoel, je wil, je verstand. Dus hier zit je hartspier. Vroeger hoorde ik van een oude man, dat is een man die heeft een nieuw hart. En als kind wist ik het ook niet te plaatsen. Ik denk, nou, er is zeker iets uitgehaald en iets ingezet. Ik weet het ook niet. Hoe moet je dat nu zien? Je moet een nieuw hart hebben. Nou, een nieuw hart heeft alles te maken met vernieuwing van je denken. En dat is ook waar Paulus op aanstuurt. Word vernieuwd in je denken. Dat je de dingen gaat zien zoals God ze ziet. Dat je jezelf gaat leren kennen bij het licht van het woord van God.
En dat je de Heere God leert kennen zoals Hij daadwerkelijk is. En dat je ook het juiste wereldbeeld krijgt. Dat is vernieuwing van denken. Dat is bekering. Want zoals je denkt, zo ga je ook leven. Dus je hart is het centrum van je gevoel, je wil en je verstand. Nou, waar kan je je hart op zetten? Waar kan je in je wil of in je gevoel, in je verstand mee bezig zijn? Nou, heel simpel. Op schatten van de aarde. Of op schatten van de hemel, meer smaken zijn er niet. Die twee. En bij de aarde, dat moet ik wel toelichten. Bij de aarde, dat woord aarde, daar moet je niet denken aan een stuk grond waar je in kan graven. Of aan een land met staatkundige grenzen. Nee, als het hier over het woord aarde gaat, dan wordt het woord aarde gebruikt als een tegenstelling van het hemelse. Het aardse wordt gezet tegenover het hemelse. De dingen van beneden worden gesteld tegenover de dingen van boven. Er wordt een tegenstelling door de Heer Jezus gemaakt. Dat is de betekenis. Is dat belangrijk? Jazeker. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Je hoeft niet op te zoeken, luister goed. 1 Korinthe 15 vers 45 zegt bijvoorbeeld: de eerste mens is uit de aarde stoffelijk. En dan vervolgt Paulus: de tweede mens is de Heere uit de hemel. De eerste mens, Adam, kwam op uit de aarde, uit het stof. De laatste Adam, de Heer Jezus Christus, hij is de totaal andere. Hij kwam uit de hoge, uit de hemel, uit de troon van God. Wat een tegenstelling, hè? En wat een verschil tussen die eerste en de laatste Adam. Door die eerste Adam is de zonde in de wereld gekomen. Door de laatste Adam is alles hersteld wat de mensheid had verloren. En door die laatste gaat God aanwerken op het herstel van alle dingen. Daar is ook het koninkrijk onderdeel van. Vind je het mooi of niet? Ik vind het prachtig. Johannes 1, om nog een voorbeeld te noemen. Daar wordt in vers 12 en 13 gesproken over zij die uit God geboren zijn. Hè, die hebben volmacht om een kind van God genaamd te worden. Zij die uit God geboren zijn, daar staat in het Grieks letterlijk, die van bovenaf geboren zijn. Die uit God geboren zijn, uit de geest van God geboren zijn. En een paar hoofdstukken verder, Johannes 3, dat gesprek met Nicodemus, waar de Heer Jezus zegt, Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Moet ik teruggaan in mijn moeders schoot? Nee, dat niet. Wedergeboorte wil zeggen, je moet van bovenaf geboren worden. Leven uit God ontvangen. Nou, ik bedoel het niet spotten, maar al het goede dat komt van boven. Dat is het. Dus als het over aardse schatten gaat, dan heeft dat met hier beneden te maken. Als het over hemelse schatten gaat, dan heeft dat te maken met wat boven is. En het allerbeste kwam in de volheid van de tijd van boven naar beneden. De oplossing ging niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. En de heilige cherubs moesten opzij. En de mensheid was weer welkom bij de Vader. Nou, ik hoop dat het een beetje begint te dagen. Hemelse schatten. Wat ik hiermee duidelijk wil maken is dit. De Heer Jezus en zijn schatten, zijn rijkdom zijn van een totaal andere orde dan waar de meerderheid van de mensheid vandaag in investeert. Hij is de totaal andere. We lezen van Mozes, vind ik ook altijd een mooie tekst, Hebreeën 11, vers 26, dat hij de smaad van Christus als grotere rijkdom beschouwde dan de schatten, komt hij weer, in Egypte, de aardse schatten, want hij had loon voor ogen. Samenvattend, het woord aarde in Matthäus 6 is een beeld, luister goed, van alles wat tijdelijk en dus wat vergankelijk is. Dat zijn aardse schatten. En wat is nou het probleem van aardse schatten? Zijn die nou per definitie zondig? Daar moet je voor mee oppassen. Aardse schatten zijn niet per definitie zondig. Nou, laat ik een voorbeeldje noemen. Ik kan er tientallen noemen, maar daar begin ik niet aan. Kijk, ik vind dat je je huis leuk mag aankleden, toch? Beetje gezelligheid. Mooie bank, mooie stoel, leuke kast, ook allemaal prima. Misschien een beetje brokanten erbij voor de zusters onder ons. Maar daar heel erg mee bezig zijn of om het half jaar je huis inrichting verwisselen. Kijk dan begint het naar de grens te gaan. Begrijp je wat ik bedoel? Dan wordt het een aardse schat waarvan de Bijbel zegt,
Dit is vergang. Dit gaat, nu schiet je door. Nu vloei je door. Nou, ik vind het altijd prachtig als Annette er mooi uitziet. Ik vind dat Annette, mijn vrouw dus, ook haar best moet doen om er leuk uit te zien. Geldt voor mij natuurlijk ook. Maar je moet aantrekkelijk voor elkaar blijven. He, daar moet je soms je best voor doen. Niet denken, ik ben toch getrouwd. Het loopt wel. Nee, daar moet je voor inspannen. He, om het leuk te houden. Maar ze moet in het aankopen van kleding niet doorschieten. Kijk, kleding is noodzakelijk. Inrichting van je huis is noodzakelijk. Niks mis mee. Geniet ervan. Maar je moet er niet in doorvloeien. Want dan kan het zonde worden. Dus bij aardse schatten moet je niet altijd denken aan zonde. Een telefoon is niks mis mee. Maar als jij inmiddels eelt op je wijsvinger hebt gekregen, omdat je heel de dag een type bent, dan moet je af gaan vragen, nu vloei ik volgens mij door. Begrijp je? Dus iets kan op zich niet verkeerd zijn, maar je kan erin doorvloeien. Dan heb ik het nog niet over zonde waar de Bijbel heel duidelijk over spreekt. Moet je goed onthouden. Aardse schatten. En wat is nou het probleem? Nou, ze zijn vergankelijk. De Heer Jezus noemt drie redenen. Hij heeft over een mot, hij heeft over roest en hij heeft over dieven. Ja, van alle drie kan je zeggen, aan de hemelse schatten, daar komen ze niet aan. Daar komen ze niet aan. Maar alles wat je hier op aarde vergadert, verzamelt, in je verzamelkamer of in je schatkamer, zo kan je het woord schat ook vertalen vanuit het Grieks. Ja, daar zijn er meerdere aanwezig. Wie onder andere? Nou, er staat hier, de mot is er aanwezig. Wat is dat? Nou, ik ben geen bioloog, maar ik heb het nagelezen. Het is een klein vlindertje waarvan de larven de kleding aantasten. Misschien heb je wel eens een kast van je oma uitgezocht of zo. En zat één jurk, die heeft ze heel haar leven gewoon in de kast laten hangen. Weet je wel. Die heeft ze drie keer aangehad, maar dat was die dag en dat was die. En die jurk, haar pronkjuweel. Maar ze is overleden, kast wordt uitgezocht. En de motten hebben aan dat pronkjuweel geknaagd. Dat is jammer, hè? Is ze zo zuinig op geweest? Heeft ze bewaard? Maar de kleding is aangetast. Haar pronkgewaad is aangetast. Nou, Jezus gebruikt dit beeld om aan te tonen dat aardse goederen aan verval onderhevig zijn. Wordt aan geknaagd. Het tweede wat hij noemt is roest. Dat is niet helemaal het juiste woord. Maar het is moeilijk te vertalen wat je voor het Griekse woord moet gebruiken in het Nederlands. Er staat in het Grieks een woord dat duidt op iets dat een vretende werking heeft. Zo staat het er. Er wordt gedacht aan roest, op zich logisch, maar het zou ook een diertje kunnen zijn. Hè? Bijvoorbeeld houtworm of zo. Iets wat een vretende werking heeft. Als je meeschrijft, kan je deze tekst opschrijven. Malachi 3 vers 11, daar wordt gesproken over de kaalvreter of de afvreter. Een soort sprinkhaan. Nou, het is niet zulke liefdevolle taal natuurlijk, kaalvreter of afvreter. Maar het gaat erom, het is iets wat een vretende werking, een wegvretende werking heeft. Het verdwijnt onder je handen, om het zo te zeggen. Aardse schatten, daar heb ik het over. En het derde wat genoemd wordt zijn dieven. In de betekenis van, ze kunnen zomaar onverwacht, ongedacht, datgene wat voor jou zo kostbaar is, waar je je hart op hebt gezet, wegnemen. Roven, stelen. Je bent beroofd, je bent kwijt. En het was alles voor je. Nou, dat is het risico van aardse schatten. Een mot, roest en dieven. Je zou het zo kunnen zeggen, de houdbaarheidsdatum van aardse schatten wordt niet gegarandeerd. Kan niet. Ze zijn vergankelijk, ze gaan voorbij. Daartegenover wordt in Matthäus 6 het woord hemel gebruikt. En dat is een beeld van alles wat blijvend is en dus onvergankelijk. Paulus schrijft in Colossenzen 2 vers 3 zo mooi, dat in Christus, daar hebben we hem, hij die onderwijs gaf op de berg, van wie nummer 15 al getuigt. Daar staat van hem in Colossenzen 2 vers 3 dat Christus degene is in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En we lazen in Colossenzen 3 vers 1, als je dan met Christus opgewekt bent, dat zijn allemaal opgewekte mensen, hij spoort aan, zoek dan ook de dingen die boven zijn. Maak de juiste keuzes. En dit is zo belangrijk vandaag. Wil je nog een bewijs? 2 Korinthe 4 vers 18. Daar schrijft Paulus, wij richten ons niet
op de zichtbare dingen. 2 Korinthe 4 vers 18. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, gaan voorbij. Maar wij richten ons op de onzichtbare dingen, want die zijn eeuwig, blijvend. Onvergankelijk. Wat bedoelt hij dan? Nou, ik denk vooral dit. De profetieën van God. De belofte van God. Onzichtbaar voor het natuurlijke oog, maar daardoor niet minder waar. Alle beloften van God zijn in Christus Jezus ja en amen. Dus die schatten die houden verband met de hemel, maar vooral met hem waarvan Hebreeën 2 zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. In hem zijn alle schatten opgesloten, verborgen. Het is in hem. Nou ja, de Efezebrief getuigt van alle zegeningen die uit hem zijn voortgevloeid. Voor degenen die in hem geloven. Je voelt wel aan. Die hemelse schatten zijn van een totaal andere orde. De vraag is vanmorgen. Is mijn hart oprecht voor God? En zoek ik, investeer ik in de juiste schatten? We zijn vandaag voor duurzaamheid, toch? Groene christenen. Moet wel duurzaam zijn. Volgens velen schijnen we een stikstofprobleem te hebben. Alleen de vraag of dat probleem er überhaupt is. Maar goed, daar gaan we het vanmorgen niet over hebben. Maar duurzaamheid. Dat is belangrijk. Hoeveel christenen zijn vandaag duurzaam? Nee, ik bedoel niet welke kleur ze stemmen of zo. Dat niet. Maar meer wie zijn duurzaam wat betreft de keuzes die ze maken. Wat betreft de schatten die ze verzamelen. Hoe komt het dat iemand zich heeft laten dopen, geweldig getuigenis heeft gegeven? Maar als je naar zijn leven kijkt, zie je toch, hij investeert in dingen die voorbij gaan. Hij is druk bezig met aardse schatten. Maar dat is niet wat nummer 15 mij leert. Dat is niet wat Matthäus 6 mij leert. Dat is niet wat Colossense 3 mij leert. Als ik dan met Christus opgewekt ben, dan komt dat openbaar in de schatten die ik verzamel. Ik geniet van het leven. Ik ook. Ik geniet van mijn huwelijk en van mijn gezin. Maar ondertussen stel ik wel de juiste prioriteiten in mijn leven. Ik ben geen monnik of zo. Ik zit niet met een boekje in een hoekje. Maar één ding ben ik me wel bewust. Ik kijk af en toe naar de cheat sheet. En ik zie een blauwe draad. Die mij leert om als schepsel voor mijn schepper te leven. Voor hem die mij heeft liefgehad. En zich voor mij heeft overgegeven tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Die mij meegenomen heeft in zijn kruisdood en in zijn opstanding. En die mij gezet heeft in de hemelse gewesten boven elke macht en kracht en heerschappij. Amen. En nou wil hij mij leren om hier op aarde vanuit die positie op te treden. Om de juiste schatten te verzamelen. Mag ik vragen, wat doe jij met je tijd? Hoe vul je je tijd? Misschien moet je straks even je agenda voor volgende week bekijken. Hoe vul je agenda? Ja, maar dat heeft dan niks met geestelijk leven. Dat is geestelijk leven. Hoe besteed ik mijn tijd? Hoe ga ik om met mijn passies? Met mijn geld, met mijn bezittingen? Waar zet ik me vandaag voor in? Waar geef ik mezelf aan? Het leven is kort. Daar zijn we toch mee begonnen of niet? Je weet toch nog wel, die oude man van 90, die liet zijn pet vallen. En toen die op de grond kwam, toen zei hij, dat waren mijn 90 jaren. Nou, dan is het van belang vandaag dat je goed nadenkt, waar investeer ik wel in, waar investeer ik niet in, wat heeft blijvende waarde? Want ik vrees, luister goed, dat velen hun leven vandaag verspillen. Ook onder ons. Dat sommigen investeren in dingen die geen blijvende waarde hebben. Die je eenmaal los moet laten. Waar de mot grip op krijgt. Waar de roest een wegvretende werking op uitoefent. Dingen die gestolen worden, van je afgenomen worden. Aangrijpend, toch? En ze zeggen wel eens, die laatste jas waar je in begraven wordt, die heeft geen zakken. Je kan niets meenemen. Alles, hoe schoon ook, zegt de Bijbel, het zal eenmaal vergaan. Dat is de boodschap van nummer 15... van Matthäus 6, van Colossense hoofdstuk 3. Mag ik vanmorgen vragen, durven we kritisch, luister goed hoor, naar onszelf en naar ons leven te kijken en Matthäus 6 als een spiegel voor ons te houden. En jezelf vandaag de vraag te stellen, waar investeer ik in?
Waar vul ik mijn tijd mee? Niet alleen mooi praten over Jezus. Niet alleen je laten dopen, moet je vooral doen hoor. Maar vooral het leven van Jezus leven. Gericht zijn op de blijvende dingen. Nou, nu zou ik een hele lijst kunnen noemen. Daar ben je misschien voor gaan zitten nu. Wat betreft aardse schatten. Een hele lijst kan ik noemen. Hey, je kan denken aan dat iemand heel erg gericht is. Nou, als ik toch een leuke man zou kunnen krijgen. Nou, is dat verkeerd? Nee hoor. Als meisje mag je uitzien, mag je bidden om een leuke man. Vooral één die God vreest, toch? Maar als dat heel zwaar gaat wegen in je leven en het wordt een doel op zichzelf, dan schiet je weer door. Anderen zijn weer bezig met ja, een mooie auto of een baan of ze zijn nu aan het plannen voor de vakanties. Of ja, ik wil vooral gezond oud worden. Nou, ik kan een hele lijst noemen, ga ik niet doen. Waarom niet? Ik loop het grote risico dat de aardse schat waar jij in investeert precies niet in mijn lijstje voorkomt. En dan denk je vanmorgen, ik ontspring de dans. God spreekt met je op dit moment. Zijn geest spreekt. Zijn woord gaat open. Het gevaar is dat je de dans ontspringt. Maar als God met je spreekt door zijn woord en geest, dan word je op dit moment ergens van overtuigd. En hoe kunnen we die lijst het beste samenvatten? Om dicht bij je hart te komen. Nou, met de vraag waar ik mee begonnen ben. Stel dat je vandaag hoort dat je nog een week te leven hebt. Waar zou je je deze week nog echt druk om maken? Dan hoef ik die lijst niet te noemen. Dat is makkelijker voor mij ook. Toets je leven. Je weet het zelf. Waar zou je nog echt voor inspannen? Wat is dan nog echt belangrijk? Als je straks voor God zal staan en je leven zich als een film aan je voorbij trekt. Zouden er dan momenten zijn in die film? Het is natuurlijk beeldspraak. Het is een voorbeeld. Het gaat altijd mank. Maar het gaat om de moraal van het verhaal, van het voorbeeld. Zouden er gedeelten in die film zijn waar je je voor zou schamen? En dat je terugkijkend zou zeggen dat ik daar mijn tijd en energie en mijn geld in heb gestoken. Wat een dwaasheid. Nou, dan zegt de Heer vandaag, nu kan je nog kiezen. Om te zorgen dat die momenten geen deel zijn van die film. Straks. En dat je voor God staat. En dat hij tegen je zal zeggen, wel geen goede en getrouwe dienstknecht. Ik had je over weinig gesteld, maar je was wel trouw over dat weinige. Ik ga je over grotere dingen stellen. Je had de juiste focus in je leven. Je had de juiste koers in je leven. Nou, blader even naar Johannes 14. Blijf er nog eventjes bij. Want nu zegt iemand, Jacques, het is me duidelijk, stop maar. Ik ga morgen naar de winkel toe. Ik ga zo'n gebedskleed halen, wat jij hebt uitgelegd. Of een tuniek, al moet hij uit Israël komen, maar ik ga hem aanschaffen. Ik ben eruit, want ik heb ook die kwasten gewoon nodig. Iedere dag. Nou ja, ik ga je niet daartoe stimuleren, want dan krijg ik weer allerlei reacties erop. Ik heb iets veel mooiers, veel kostbaarders. Moet je even meelezen, Johannes 14. Waar gaat het in Johannes 14 over? Gaat over de belofte van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt, ik ga weg. Maar ik zal de trooster sturen, de parakletos, en dat betekent de erbij geroepene. Hey, wij hebben een ander nodig, heb ik toch gezegd, of niet? Wij hebben een ander nodig, de erbijgeroepene, de trooster, maar je kan het ook vertalen met de helper. En nu moet je goed meelezen, dat is een prachtige tekst, vers 26, Johannes 14. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen. Nou komt hij hoor, en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Krijg nou wat. Ik heb geen cheat-cheat aan de buitenkant van mijn leven. Ik heb de cheat-cheat aan de binnenkant van mijn leven, die blauwe draad. Want de Heilige Geest is mij geschonken onder het nieuwe verbond. Je mag van mij zo'n klosje aan je broek hangen, hoor. Daar ga ik niet over in discussie met je. Maar ik heb een veel rijkere boodschap. Want ik heb vandaag met eerbied gesproken een kwast aan de binnenkant van mijn leven, in mijn hart, met een hele dikke blauwe draad erin. De Geest van God, die mij in alles zal onderwijzen en mij in herinnering zal brengen wat Jezus gezegd heeft. Amen. Wat heerlijk, hè? Ik ben blij dat ik onder een nieuw verbond leef, na Pinksteren. Want het is de Geest die in mijn leven Christus verheerlijkt. Het is de Geest die de Heer Jezus in de schijnwerper zet. Het is de Geest die mij leidt in alle waarheid, of ik er nou bekend mee ben of niet. Als ik ervoor open sta, onderwijst Hij mij erin.
En hij zal mij in herinnering brengen, zoals die blauwe draad in de tjitjit. Die Israëliet bepaalde, zoek de dingen die boven zijn. Wees gericht op Yahweh, op de eeuwige. Zo bepaalt de Heilige Geest mij. Om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Je zou toch een dag hebben dat je die tjitjit vergeet aan te doen. Je bent druk geweest en je moet vlug weg. En je zit in de tram en je denkt, ach heden, mijn tuniek ligt nog thuis. Nou, onder het Nieuwe Verbond heb je er geen last meer van, want de Geest woont in je. Je kan niet vergeten. Maar weet je wat je wel kan vergeten of waar je nalatig in kan worden? In het gehoorzamen van de stem van de Heilige Geest. Want weet je, je kan 1000 kwasten aan je broek hangen. En je kan er 100 keer naar kijken op een dag. Maar als je er niets mee doet, dan heb je nog niks. De Heilige Geest kan in je wonen, maar als je niet reageert op dat wat Hij je indachtig maakt, dan begeef je je op glad ijs. Want dan reageer je niet op het spreken van God heel specifiek voor jouw leven. En wat ik vandaag wil meegeven is dit. Wij moeten niet gericht zijn op de buitenkant. Wij moeten gericht zijn op de binnenkant allereerst. En ik geloof dat het leven wat aan de binnenkant zit, aan de buitenkant openbaar wordt. Laat dat duidelijk zijn. Maar het gaat allereerst om het spreken van God in mij. Het leven van God is in mij geschonken. De Geest van God is in mij. Dus ik zing niet langer meer, u bent voor mij, u bent naast mij, u bent boven mij, u bent onder mij. U bent in mij. En u zal mij onderwijzen en u zal mij in herinnering brengen. Nou, dan voed je kinderen op, hè. En dan krijgen ze een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje. Maar dan gaan ze naar iets toe wat de toets van de Bijbel niet kan doorstaan. En in één keer komt die blauwe draad in je gedrag. Oké, dat gaat niet door. Dat doen we niet. Ja, maar papa. Nee, dat doen we. We zoeken de dingen die boven zijn. En dat is de reden dat we er niet in meegaan. Dan word je uitgenodigd door de buurtvereniging. En dan gaan we naar de Efteling, terwijl Halloween daar gevierd wordt. En in één keer de Heilige Geest in je. Oh ja. Die blauwe draad. Ik moet gericht zijn op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. We wandelen niet in de duisternis, maar in het licht. En dan komt dat die moeilijke samenkomst misschien, of die family happening, waarvan je zegt, ja, dit kan de toets van het woord van God niet doorstaan. Kom dichtbij, hè. En in één keer bewust worden, hé, ik moet zoeken de dingen die boven zijn. Hier kan ik niet verblijven. En op zaterdagavond, jongelui, komt die blauwe draad in één keer na vanmorgen steeds in herinnering. De Heilige Geest. Oh ja. Oh ja, wie ben ik eigenlijk? Kan ik hier naartoe? Ja of nee? Ja, je moet niet overdrijven, Jacques. Nou, dat is geestelijk leven. Dus ik raak afgestemd op het spreken van God door zijn woord en door zijn geest. En de principes komen naar me toe. En de Heer wil dat ik daarop reageer. Dat is toch mooi? Hoe groot is het genot, zegt een oud lied, van de wandel met God. Nou, ik kan het uitbreiden. De boodschap is duidelijk, toch? We hebben geen cheat aan de buitenkant, maar met eerbied gesproken één aan de binnenkant. Een blauwe draad. De Geest van God. Die zegt, zoek de dingen die boven zijn, Colossenzen 3. Waar Christus is. Mooi, hè? Daar staat niet waar Jezus is. Waar Christus is. De gezalfde, de Messias. Hem wien te kennen het leven is. Hij die jou en mij deel laat uitmaken van eeuwige, blijvende schatten. De liefde van Hem in ons hart uitgestort. En liefde bewerkt wederliefde. Wij hebben Hem lief. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Wat een prachtige les uit nummer 15. Daar kan je doorgeven straks onder de koffie, toch? En dan zeggen ze, ja, maar dat is Israël, dat is oude verbond. Ja, wacht even, we gaan even verder. Matthäus 6, pak er ook even bij. Ik heb geleerd in het Koninkrijk van God de juiste keuzes te maken. En ben je nog niet overtuigd, Colossenzen 3, pak er ook even bij. Nou, dan heb je een prachtige ontmoeting straks bij de koffie. Om elkaar te stimuleren, te helpen, te zoeken de dingen die boven zijn. Mark, tot slot, heel kort. Geef me nog 5 minuten. Dan gaan later 6. Want nu zegt iemand, Jacques, je noemde net zomaar wat eenvoudige voorbeelden uit het gezinsleven, uit je persoonlijk leven. Want het is een strijd, hè, de juiste keuzes maken. Ervaren jullie dat ook? In je huwelijk? In je gezin? Op de werkvloer? Te midden van je studenten? Het is een strijd, toch? Je staat op en elke dag keuzes maken. Wij hebben 4 kinderen.
Geloof me, de meeste tijd en energie gaan uit naar mijn 4 kinderen. En er zijn dagen dat ik ook zeg, heer, ik ben moe. Nou, dan ga ik je bemoedigen, want jij herkent dat wel, hè? Weer keuzes maken. Ik wil nou gewoon even leven. Begrijp je wat ik bedoel? Nou even... Nee, keuzes maken. Zoeken de dingen die boven zijn. Die blauwe draad in mijn leven. Dat is de rode draad door mijn leven. Gefocust op de dingen die blijvende waarde hebben. Wat staat er in Galaten 6? Nou, dat gaat over dragen elkaars lasten, maar ik wil je hiermee toch bemoedigen. Vers 8. Bemoedigen om vol te houden. Als je soms moe bent naar geest, ziel en lichaam. Om vol te houden. Wat staat daar? In vers 8 Galaten 6. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden om goed te doen. Want te zijner tijd zullen wij oogsten. Nou komt die. Als wij niet opgeven. Het is altijd te vroeg om op te geven. Er was vroeger een televisieprogramma dat heette Geef Nooit Op. En had een kind een wens. En dan mocht het alles kosten om die ene wens in vervulling te laten gaan. Ooit is in een F-16 te zitten. Was voor een jongen een wens. En ze gingen zo ver. Het is voor elkaar. We hebben het voor elkaar. We houden aan. Het is te vroeg om op te geven. Geef nooit op. Zwak voorbeeld natuurlijk. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Soms, hè, als vader, als man in je huwelijk, in je gezin, keuzes maken. Je bent hoofdverantwoordelijk, hè. Dus vrouwen, bid voor je man als je een man hebt. Hij is hoofdverantwoordelijk. Steeds weer die keuzes maken, dingen afwegen. Wat is het beste? Wat is het bijbelse? Wat heeft te maken met hemelse schatten? Wat heeft te maken met aardse schatten? Het valt niet mee, hoor, om man te zijn, om vader te zijn. Laat ik dat ook eens gezegd hebben. Er rust een grote verantwoordelijkheid op ons. Dus wij hebben gebed nodig. Om de juiste afwegingen te maken. Maar niet moe worden. Niet opgeven, want uiteindelijk er zal oogst zijn als je niet opgeeft. En daarom help elkaar in de gemeente. Om te zoeken de dingen die boven zijn. Spreek elkaar aan, bevraag elkaar, stimuleer elkaar om te volharden. Dat kan in de gemeente, het huisgezin van God, dat kan in je eigen gezin, dat kan in je vriendenkring. Help elkaar om te volharden. En daarnaast geeft God zijn woord, geeft God zijn geest. De cheat sheet aan de binnenkant van mijn leven. Wat mij helpt. Er is een oud gedicht, dat kennen jullie allemaal op Urk. En dat heb ik er gisteren nog eens bijgezocht. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Het is oud, hè, maar wel waar. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dan ga je echt leven. En dan zie je de wereld voorbij gaan. Dan word je zelf ouder, inmiddels 40 jaar. Maar dan heb je toekomst, dan heb je perspectief in Hem die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. En mij door zijn geest helpt om te volharden tot het einde. De Heer zegene jullie. Om niet je hoofd te laten hangen, maar om te zoeken de dingen die boven zijn. En al zoekende, zie op Jezus, de overste leidsman. En de voleinde van het geloof. En hij zal het goede werk, wat hij in jou en mij begonnen is, ook voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Amen.